Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaartreading doen voor 5 november 2022. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. De eerste kaart voor vandaag is de geest van de lente met de sleutelwoorden vrijheid, actie en kracht. Oké, daar mag je vandaag wat meer gebruik van maken met de energie van de lente. Oké, dus inderdaad, we zitten in de haast. Het ene en ander zijn we af en sluiten, los aan het laten. Maar durf je ook voor te bereiden weer vanuit de energie vanuit de lente, voor de lente. Om een nieuwe energie ook weer binnen te laten komen. Dus hou je positiviteit, warmte en kracht ook in jezelf vast. En laat deze eens wat meer stromen. Oké, erg belangrijk. De tweede kaart is de muis. Let op de kleine dingen om jou heen. Misschien zie je het een en ander niet. Misschien ben je in een bepaald stuk het een en ander op het lossen. Of om hulp aan het vragen. Dus misschien loop je even op bepaalde dingen vast. Let dan eens even op de kleine dingen. En kijk door situaties heen. En durf de een en ander voor jezelf dan te doorbreken en te veranderen. Wetende dat er dan ook weer nieuwe energie gaat binnenkomen. En de derde kaart is de geboorte van creatie. Met een potentiële groei erin. Je durft het een en ander te creëren, het een en ander aan te pakken. Weet dat dan voor jou daarin ook veranderingen kunnen komen. Dus misschien heb je nieuwe gedachten of een wens. Laat het uitkomen. Durf het te gaan manifesteren voor je eigen energie. Drie prachtige kaarten om te kunnen combineren vandaag. En ik zou zeggen, ga er wat mee doen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.